Prezikhav-bedrijven gaat zich omvormen tot een arbeidsbemiddelingsinstituut voor alle doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Onderdeel van de hervorming is het verkopen van enkele bedrijven die in de bezit zijn van Prezikhav-bedrijven. Zo staan onder andere de Intratuin in Arnhem-Noord en de schoolmeubelenfabriek te koop. Het verkopen van alle zes bedrijfsonderdelen van Prezikhav-bedrijven moet 22 miljoen euro opleveren.